We zitten hier op een site die ja, archeologisch toch wel een aantal sporen bevat van vroeger. En dat is wel bijzonder, want we weten eigenlijk niet hoeveel verhalen dat er onder onze voeten liggen. We kunnen ons het amper inbeelden, maar dus vandaag kunnen we ons er wel iets bij voorstellen dat er toch wel een paar mooie verhalen, mooie oude verhalen onder onze voeten liggen. En we vinden dat belangrijk dat die verhalen naar boven komen. Ik wil wel zeggen, dat is niet evident. Het is een heel traject geweest om te zoeken, want natuurlijk als we archeologisch onderzoek gaan doen, wil dat ook zeggen dat we moeten gaan graven. Die grond die moeten we afvoeren, er moeten nieuwe komen. Dat is geen evident traject, dat vergt wat inspanningen langs de kanten van het gemeentebestuur, langs de kanten van het domein, maar vooral ook langs de kanten van wie het uiteindelijk gaat moeten doen. En de mensen van het ABO zijn hier ook, ze gaan ze biedt de toelichting geven, veronderstel ik. Maar het is goed dat we hier dus vandaag dat uniek zicht krijgen. En het is echt uniek, want na de opgravingen gaat de put ook weer gewoon dicht. En blijven de overblijfselen in situ, hè? Ja. Hier in het binnenplein hebben we eigenlijk op redelijk oppervlakkige diepte, zal ik maar zeggen, twee heel belangrijke structuren gevonden. Aan de linkerkant een kelder die tot nu toe niet bekend was. En daar zijn wij voor in november hebben wij eerst vier proefputten aangelegd om in een afstand van 4 op 4 meter te kijken waar dat er interessante locaties waren. En toen hebben wij een klein hoekje van die kelder al aangeraakt. Wat is nu met de opgraving dat eigenlijk gebleken is dat er ja, op de site een perfect intacte kelder aanwezig is. Of ja, een structuur van 4 op 4 meter. En die loopt volledig door tot tegen de nieuwe buitenmuur van het kasteel. En volgens een kijkje in de kelder gaat die toch tot 1,60 meter diep. En is die hoogstwaarschijnlijk in het verleden gemaakt met troggewelven en ijzeren balken. Met de bedoeling voor, denken we, voorraad of opslag. En is die in een later periode hergebruikt als opslagtank of regenwaterput. Hebben we dan hier een kleine kijkvenster gemaakt om te zien of dat er in een diepere in een oudere periode nog iets te vinden was. En blijkbaar ligt hier een soort van haardvuurtje, denken we, of een soort van vloer, ook weer in bakstenen. Dat dan een deel verwijderd geweest is om die kelders te kunnen bouwen. Maar ook weer, de datering moeten we dan eens bekijken, maar het is sowieso ouder. Dus dat kan gaan naar 15e, 16e eeuw, maar dat moeten we nog eens verifiëren. Dus aan deze kant vinden we dit dan een van de mooiste vondsten, zal ik maar zeggen, van data, of ja, van informatie die niet geweten was. Maar dan aan de andere zijde van het plein, dus dan lopen we even terug. Hier hebben we dus een funderingsmuur gevonden, die eigenlijk parallel loopt met de linkervleugel van het kasteel. En die exact overeenkomt met de footprint van de rechtervleugel. Ja. Dus met het idee dat er dus effectief een plan geweest is om het kasteel symmetrisch te bouwen na de nieuwe aanbouw van 1920. Maar helaas door waarschijnlijk financiële moeilijkheden is men enkel geraakt op de fundering en heeft men die terug dichtgegooid en gezegd ja, we gaan het kasteel gewoon asymmetrisch laten zoals het is. Men had wel het idee dat die fundering er was, maar niet met zekerheid en hoe ver en hoeveel. En dus blijkbaar ligt die wel volledig klaar, helemaal goed om ook, om dus effectief een aanbouw van het kasteel aan te kunnen, maar is niet uitgevoerd. We zien wel dat die op verschillende locaties al doorgepikeerd is in het verleden om dan effectief leidingen te kunnen aanleggen. Dus op een bepaald moment is die wel ontdekt geweest, zal ik zeggen, maar er is eigenlijk weinig vragen bij gesteld, maar nu hebben we ze mooi kunnen blootleggen. We gaan nu niet dieper langs die muur, maar we weten uit de proefput die hier ook was, want je ziet er een beetje de contouren nog in het zand, dat die muur tot zeker 1,20 meter nog diep gaat. Dus dat is al een redelijke fundering om te hebben in principe. Het enige wat dan wel is opgevallen is dat dat niet perfect gemetselde muurtjes zijn, maar dat het effectief een sloof was waarschijnlijk. Kalkmortel, baksteenpuin, één mooie mengeling.
en gieten en hopen dat het blijft zitten. Ja, en dan de volgende grotere structuur is dan de horizontale structuur, ginder, die dat we blootgelegd hebben, maar die was blijkbaar wel bekend. Op oude postkaarten konden we terugvinden dat die structuur waarschijnlijk de tuinmuur of zo de afscheiding met het hekwerk was van het kasteel. Tot ja, ergens de helft van vorige eeuw, gokken we. Het enige rare dat we eraan vinden is dat dat effectief oude bakstenen zijn die waarschijnlijk van een ander gebouw zijn gekomen. Hebben ze gezegd, die kunnen we nog gebruiken en hebben ze daar dan een muurtje voor gemaakt. Het enige dat ons ook wel opviel is dat we vanaf hier ongeveer een verschillende mortel hebben en dat die muur effectief een knik maakt. Dus dan moeten we nog onderzoeken of dat effectief ja, in één fase is uitgevoerd of dat we hier zitten met een ouder muurtje en dat dan dat die locatie ideaal was om dan een tuinmuurtje van te maken. Dus er zijn nog een paar hypotheses die, dat we nog moeten onderzoeken. Want in principe vinden we het een beetje vreemd voor een tuinmuur, zoals je ginder in dat putje kan zien, dat die tot 13 lagen diep gaat. Dus dat is al een stevige fundering voor het ijzeren hekwerk. Dus ja, daar zit het idee nog niet helemaal, ja, zal ik maar zeggen, de conclusie nog niet helemaal op punt waar eigenlijk de functie was, buiten dan dat we postkaart weten dat daar een soort tuinmuur was. Maar dan hebben we in die zijde, zijn we eens een beetje dieper gaan graven om te kijken. En blijkt dat hier ook weer een muurtje aanwezig is met ongeveer dezelfde constructie als we daar een dieper putje gegraven hebben. Met het idee dat hier potentieel toch nog wel onder de grond een soort van fundering of een vloer ligt van een oude bouwfase die dat we nu niet aanraken. Maar dat we wel een indicatie hebben dat er nog meer zit. Maar waar we nu niet gaan kijken. Ja, want als we op kaart ook het kasteel bekijken, is het asymmetrisch. Dus die vleugel is veel smaller dan die vleugel. Met dan het idee, hier hebben ze dan in 1920 een stuk bij aangezet. Het was eigenlijk de bedoeling om daar dan hetzelfde te doen. Ik denk ook om het gebouw functioneler te maken. Bijvoorbeeld dat gebouw heeft geen gang. Dus dat is... De toegang tot het opperkasteel en van hieruit. Ja. Kun je dat situeren? Op dit moment niet. Ik denk dat we dan dieper moeten graven nog. Ja. Of van daar naar hier, want dat was eigenlijk... Er is ooit een brug geweest. Ja, ja. Dus dat weten we nog niet goed. We gaan straks als het plein terug vrij is hier nog wel een klein beetje kijken, want we hebben hier twee sporen met heel veel bakstenen in. Of dat er iets mee te maken heeft of niet. En op 10 en alles, dat zijn dezelfde. Dat zijn maken we dat water kunnen rond. Maar dat niet. Deze kan wel blijven.